Dan gaan we naar Vilnis. Daar probeerden inbrekers hun slag te slaan bij een sportvereniging. Maar het ging niet helemaal zoals gepland, hè Joost? Nee, zeker niet. En het speelde zich allemaal af in de nacht van zondag 23 op maandag 24 augustus. Nou, hier zien we dan de twee inbrekers voor het eerst in beeld. Dat is op het terras van het restaurant rond kwart voor één die nacht. Ze kijken dan wat rond, zoeken waarschijnlijk een goede plek om het gebouw binnen te komen. Dan zagen we ze net nog even goed in beeld. En uiteindelijk weten ze wel het gebouw weer uit te lopen zonder buiten. En dat zien we hier gebeuren. Ja, en wanneer wordt de inbraak ontdekt? Ja, dat is de volgende ochtend rond 7:30. Een van de eigenaren ziet dan de deur van het kantoor openstaan. Als hij dan naar binnen gaat, dan ziet hij dat er is ingebroken. Want verschillende kasten die zijn opengebroken en die zijn echt wel flink doorzocht. Oké, flinke schade dus. Het is overigens niet de eerste keer dat deze sportvereniging in Vilnis wordt getroffen. Klopt, want vorig jaar november was het ook al raak. En toen is ze uit de bedrijfskantine uit de kassalades voor meerdere honderden euro's aan cash gestolen. Ja, daar hebben de eigenaren wel van geleerd, want op dat moment van de laatste inbraak staat er geen cash meer in die geldlades. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat de inbrekers dus met lege handen naar huis zijn gegaan. Ja, heel mooi. We zagen de twee inbrekers net in beeld. Laten we ze nog eens van wat dichterbij bekijken. Ja, het waren dus twee inbrekers, zoals je zei, en die lijken nogal op elkaar. Beide hebben een licht tot licht getinte huid, een slank tot normaal postuur. Ze dragen allebei een donkere jas met capuchon, een donkere broek met daaronder donkere schoenen. Wel is de eerste verdachte, en die zien we hier boven in beeld, een stuk langer dan zijn compaan. Weet u wie deze twee inbrekers zijn die bij een sportvereniging inbraken in Vilnis? Ze maakten dan wel niks buit, maar veroorzaakten wel veel schade aan het pand. Bel de tiplijn 0800 60 70 of bel anoniem met M 0800 7000.